Ongeveer een jaar geleden maakte ik een video over mijn portfolio. Op dat moment was het 20.000 euro. En dat was het moment dat ik net mijn winkel had gesloten en had besloten om in loondienst te gaan. Ik besloot toen om het huurcontract van de winkel niet te verlengen, omdat je dan minstens 5 jaar aan vastzit. Maar als je investeringen wil doen en dat soort dingen, vaak wel 10 jaar of nog verder. En ik wilde juist zo min mogelijk vaste lasten. Daarnaast wilde ik ook meer vrije tijd voordat ik met pensioen zou gaan. Mijn beide ouders zijn helaas al overleden en hoewel ze altijd graag hebben gewerkt, hebben ze allebei het pensioen niet gehaald. Dus ze hebben eigenlijk altijd gewerkt en dat heeft me doen beseffen van misschien moet ik er maar voor zorgen dat ik ook voor mijn pensioen elk weekend bijvoorbeeld al vrij heb. Dus daarom ben ik in loondienst gegaan zodat ik minder uren, 38 uur in de week nog maar zou maken. En omdat ik juist minder uren zou maken, heb ik in principe meer vrije tijd. Meer vrije tijd om ook vrij te zijn, maar ook om te werken aan een passief inkomen bijvoorbeeld. Sinds dat moment ben ik veel gaan doen voor dit kanaal. Van tevoren was ik natuurlijk al veel mee bezig, maar nu heb ik meer ideeën die ik heb uit kunnen breiden of in ieder geval betere video's heb kunnen maken. En vandaar dus dat we in deze video gaan kijken naar wat is er nou in een jaar tijd gebeurd. Vorig jaar had ik dus een portfolio van 20.000 euro. Hoe staat het er nu voor? En dan gaan we in deze video natuurlijk kijken naar de waarde van de portfolio op dit moment. Maar ook analyseren waar de verschillen nou in zitten. Hoe is het zo gekomen dat de waardestijging tot stand is gekomen het laatste jaar? En zijn er nog bepaalde punten waar jij of ik misschien ook nog wel iets van kunnen leren? Want het is zeker niet zo dat het met een hoog inkomen te maken heeft of dat het niet voor jou van toepassing is. Ik denk zeker dat je best wel veel punten uit deze video ook echt op jouw situatie van toepassing zijn. Dat wil ik dus allemaal behandelen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Vind je dit nou een leuke video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik dat jij het leuk vindt. Maar het is ook zeker goed voor het YouTube-algoritme, dat meer mensen hem te zien krijgen en dus waarschijnlijk kunnen profiteren van deze informatie. En wil jij nog meer video's over dit soort onderwerpen zien? Abonneer je dan op het kanaal, klik op het belicoontje natuurlijk, dan mis je nooit meer een video. En krijg je ook regelmatig updates, want dit is een video die dus update van mijn inkomen of mijn portfolio vorig jaar. Maar ik doe eigenlijk elke maand of zeker elk kwartaal wel updates geven van zowel het geld dat ik heb verdiend, het vermogen dat ik heb opgebouwd, bepaalde beslissingen die ik heb genomen en hoe dat is uitgepakt. Dat zijn zeker punten die jij ook vaak kunt toepassen. Dus zeker niet vergeten om te abonneren. Maar dan gaan we nu beginnen met het eerste onderwerp van deze video. En dat is dus een update van mijn portfolio. Vorig jaar hadden we zoals gezegd 20.000 euro erin zitten. En dan gaan we ook kijken naar hoe de verdeling van dat 20.000 euro op dat moment was. Ik zal trouwens een link naar die video onder deze video weer plaatsen. Dan kun je hem nog een keer terugkijken. Het rare wat ik zag toen ik hem terugkeek, dat ik eigenlijk alleen de Giro behandel. Terwijl ik heel veel andere investeringen niet behandel en dus niet op die 20.000 euro uitkom in die video. Maar ik heb nog terug zitten kijken in mijn budget of in mijn overzicht. En ik zag toen dat in november ongeveer 20.000 euro hadden. Dus het klopte wel, het zag het alleen niet in de video terugkomen. Dus laten we dat in deze video in ieder geval compleet doen. Maar laten we eerst eens kijken naar het eerste onderdeel van toen die 20.000 euro. En dat zat in Bink Forward. Dat was op dat moment 9.300 euro ongeveer. Zoals gezegd, de Giro had ik behandeld en dat zat 7400 euro in op dat moment. En Brand New Day, het pensioenbeleggen, daar had ik op dat moment 3000 euro in zitten. En zo zie je dat ik op een paar honderd euro na de 20.000 euro op dat moment dus had geïnvesteerd eigenlijk in verschillende dingen. Zoals gezegd zijn we nu een jaar later, zijn er veel dingen veranderd. En dus ook het portfolio wat ik heb opgebouwd. Dus laten we gewoon weer dezelfde dingen erbij pakken en een vergelijking gaan maken. En beginnen dus met Bink Forward. Daar zien we inmiddels een bedrag staan van 14.700 euro. Gevolgd door de Giro met 16.900 euro. Brand New Day is gegroeid naar 4400 euro. En dat waren eigenlijk degenen die we vorig jaar ook hadden. Nieuw zijn Peaks, 1200 euro. FlatEx, 700 euro. Buck Zero met 40 euro. En verschillende cryptocurrencies die ik heb met ongeveer 2800 euro. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op net geen 41.000 euro uit. Dus dat is eigenlijk meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En dit heeft dan weer niks te maken met je salaris of met mijn salaris. Want dat is eigenlijk het afgelopen jaar alleen maar minder geworden. Toen ik winkelier was of eigen ondernemer had ik in principe een groter bruto salaris. Dus ondanks dat ik minder salaris heb verdiend het afgelopen jaar is het eigenlijk behoorlijk toegenomen. Zelfs als je gaat kijken naar hoeveel het is toegenomen. Dus zeg maar ongeveer 21.000 euro. Dat is ongeveer bijna het bedrag wat ik netto verdien per jaar. Je zou wel kunnen zeggen, het ligt aan je salaris. Maar dat zou betekenen dat ik bijna mijn gehele salaris had geïnvesteerd op deze manier. En dat is zeker niet het geval. Want ik heb echt nog wel meer uitgaves.
En als je dan rekening houdt dat ik eigenlijk de aflossing van mijn hypotheek en de waardestijging van mijn huis hierin nog niet heb meegenomen, want dan was het een keer een stuk meer geweest, dan is het eigenlijk best wel iets wat je, ja, voor iedereen wel toegankelijk is en wat voor iedereen kan gebeuren, denk ik zo. En natuurlijk heb ik een beetje passief inkomen gehad de afgelopen tijd. Heb ik dat ook gebruikt om te investeren hierin, maar dat valt relatief gezien nog wel mee. Het bedrag wat het heeft toegenomen heeft zeker niet een groot gedeelte daarvan is passief inkomen. Dus laten we dan voor het volgende onderwerp gaan kijken naar de analyse van deze waardestijging. Wat heeft er nou voor gezorgd dat mijn portfolio meer dan verdubbeld is het afgelopen jaar? Bepaalde onderdelen zullen we apart behandelen of ooit wat dieper erop ingaan als dat van toepassing is. En laten we in ieder geval weer beginnen met Bink Forward. Bink Forward is iets waar ik nog steeds 300 euro in de maand inleg. Ik ben daar 3 jaar of 4 jaar geleden mee begonnen. En dat gaat eigenlijk prima. Dus ook nog steeds dit jaar 300 euro in de maand heb ik ingelegd. Dus de afgelopen 12 maanden, 12 keer 300 euro, is 3600 euro ingelegd. Kijken we echter naar de waardestijging. Zoals gezegd, dit jaar was het ongeveer 14.700 euro, terwijl het vorig jaar 9.300 euro was. Oftewel een toename van 5400 euro. Halen we daar dan weer die inleg ervan af van 3600 euro, blijft er 1800 euro over wat is toegenomen in waarde het afgelopen jaar. Dat is eigenlijk het rendement wat ik heb gemaakt op mijn, ja, geld wat ik hierin heb gestoken. En als we gaan kijken naar het dashboard bij Bink Forward, dan zien we ook dat in de laatste jaar ik 14% in de plus sta hierop. Dit is trouwens zeker wel een van de betere dashboards, zo niet het beste dashboard wat ik ben tegengekomen bij mijn brokers. Want het is echt heel duidelijk hoe het alles verdeeld is, welke rendement je hebt gemaakt. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in Bink Forward, zeker een aanrader ook voor beginners, wat je eigenlijk helemaal kunt automatiseren, zal ik een link naar Bink Forward onder deze video plaatsen. En dan gaan we nu verder met DEGIRO, en dat is de volgende broker. In tegenstelling tot bij Bink Forward, waar ik maandelijks een vast bedrag inleg, omdat ik daar gewoon een transactie bij de bank heb ingesteld, is het bij DEGIRO zo dat ik gewoon af en toe wat geld overmaak. Eigenlijk wanneer ik een goede deal zie, omdat ik DEGIRO vaak gebruik voor losse aandelen. Ook wel voor ETF's, maar veel ook voor losse aandelen. Dus wanneer een bedrijf in één keer een interessante waardering heeft, dan kan ik wel zo het geld erin storten om juist dan een aankoop te doen. En als we gaan kijken bij de waardestijging eigenlijk bij DEGIRO, dan zien we dat we dit jaar 16.900 euro hadden, terwijl het vorig jaar 7.400 euro was, oftewel 9500 euro erbij. 6600 euro daarvan is omdat ik geld heb ingelegd, en dan blijft er dus 2900 euro over wat ik aan rendement heb gemaakt, aan winst heb gemaakt het afgelopen jaar. Een groot gedeelte daarvan was Tesla, want in mijn vorige video had ik toen op dat moment nog 9 aandelen Tesla, terwijl ik dat het afgelopen jaar heb uitgebreid naar 25 aandelen Tesla. Zeker als we naar de koers gaan kijken, dan zagen we in het begin van het jaar best wel hoog staan. En het ging eigenlijk, ja, best wel slecht tot onder de $200. Terwijl ik er echt wel van overtuigd was dat het een bedrijf voor de toekomst was. Nou, gelukkig is dat de laatste maanden ook weer een stuk beter gegaan. Hebben we echt flinke winsten gezien. En sta ik, omdat ik inmiddels dus die positie had uitgebreid en telkens goedkoper had bijgekocht, door middel van dollar cost averaging. Ik zal daar trouwens een link plaatsen naar een video die ik daarover heb gemaakt. Dus is eigenlijk mijn gemiddelde aankoopprijs telkens omlaag gegaan. En zeker nu de koers in één keer 25% of 30% in 2 dagen omhoog gaat, kan ik daar volop van profiteren. En heeft dat dus een grote invloed gehad op die 2900 euro rendement die ik bij DEGIRO heb behaald afgelopen jaar. Het volgende punt was Brand New Day. En Brand New Day gebruik ik voor pensioenbeleggen. Ik ben nog steeds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zelfstandig ondernemer. Dus ik kan ook op die manier zelf voor mijn pensioen zorgen. Nou, is dat een beetje een afweging van wil ik geld nu al apart zetten voor echt als je met pensioen gaat, of ga ik beleggingen doen die ik ook van tevoren nog iets mee kan doen. Een klein gedeelte gebruik ik in ieder geval voor pensioenbeleggen. Dat is ongeveer 50 euro in de maand. En heb ik dus de afgelopen jaar 600 euro ingelegd en 800 euro rendement gemaakt. Want we staan bij het Brand New Day 1400 euro hoger dan vorig jaar. En dan zijn er nog enkele nieuwe toevoegingen aan de lijst. En daar zijn dus bijvoorbeeld Peaks, FlatEx, BuckZero en Crypto. En dat is eigenlijk een combinatie van zelf geld inleggen, bij Crypto bijvoorbeeld, of bonussen krijgen omdat ik mensen heb aangemeld onder mijn video's. Of andersom eigenlijk, mensen hebben zijn eigen aangemeld door links te klikken onder mijn video's. En dat is bijvoorbeeld bij Peaks geweest. Daar heb ik een best groot gedeelte van die 1200 euro kwam op die manier tot stand eigenlijk. Dus dat is een beetje een combinatie van zelf inleggen en een soort van passief inkomen. En als we dan eigenlijk die waardestijging gaan samenvatten, dan zien we eigenlijk dat ik 5500 euro rendement heb gemaakt het laatste jaar. En dat ik 14.400 euro heb ingelegd het afgelopen jaar. Dus van die 20.000 euro die het portfolio is toegenomen, komt zeg maar 3/4 door eigen inleg en 1/4 door rendementen die ik heb gemaakt, doordat koersen juist hoger zijn gaan staan ten opzichte van een jaar geleden.
En heeft natuurlijk passief inkomen dat ik heb verdiend, extra inkomen door middel van mijn YouTube kanaal hier wel aan bijgedragen. Want ongeveer 4.000 tot 5.000 euro van die 15.000 euro zeg maar van inleg kwam hier door inkomsten die ik heb gemaakt met mijn kanaal. Maar dan blijven er dus altijd nog 10.000 euro over die ik ook zonder kanaal heb ingelegd. En dat komt natuurlijk door die 300 euro maandelijks bij Bing Forward of andere aankopen die ik af en toe doe bij die anderen. Dus zeg maar dat ik meestal ondanks mijn salaris toch wel gemiddeld genomen zeg maar 700 euro in de maand in kan leggen. En als je het dan zo bekijkt heb ik een best wel mooi rendement gehaald het afgelopen jaar. En daarmee komen we aan bij het laatste onderdeel van deze video en dat is wat hebben we geleerd. En daarin kijken we naar wat we geleerd hebben of wat we kunnen leren na het zien van deze video en het analyseren van de laatste 12 maanden van mijn portfolio. Het eerste punt heb ik eigenlijk al eerder in deze video genoemd en dat is dat je echt geen hoog salaris nodig hebt om te beginnen met beleggen of mooie rendementen te halen. Want zoals ik al zei ben ik er eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan in bruto inkomen in ieder geval het laatste jaar. Ik heb nu ongeveer 2700 euro bruto in de maand. En daar kan ik ondanks dat inkomen eigenlijk altijd wel 500 euro of zo in de maand gaan inleggen. En dat heeft er gewoon weer mee te maken dat ik het inkomen is gewoon redelijk. Best wel goed denk ik, maar ook zeker niks apart. Maar juist door je uitgavenkant goed te beheren en beheersen eigenlijk ook. En niet te veel uitgaven te hebben. Heb je eigenlijk met zo'n salaris ook gewoon genoeg mogelijkheden om maandelijks te investeren voor je toekomst. We zien ook dat je een mooi rendement kunt halen op de beurs. En waar we het vaak hebben over 7% gemiddeld. Nou, dit was afgelopen jaar zeker een jaar wat boven gemiddeld was, zeg maar. Kijken we dus bijvoorbeeld naar Bing Forward, waar ik 14% in de plus sta. Ik heb daar een zeer offensief of offensief profiel. Maar ondanks de verdeling die ik daar heb in een gedeelte aandelen, obligaties, noem het maar op, vastgoed, heb ik toch 14% in de plus gestaan daar. Een ander onderdeel was natuurlijk Tesla. Ja, een gedeelte van mijn vermogen had ik in Tesla zitten. Een wat risicovol aandeel, maar als het goed uitpakt, kon het zomaar eens flink in waarde stijgen eigenlijk. Nou, dat zagen we dus de laatste maanden eigenlijk wel gebeuren. Het heeft lange tijd dus in de min gestaan. Er zit wat risico aan verbonden. Maar als het zo doorgaat, dan is het zeker wel een goede investering geweest. Een gokje gewaagd, kan wat minder goed uitpakken. Heeft het ook lange tijd gedaan. Maar als het een keer goed uitpakt, kan het zomaar een paar keer over de kop gaan. En dus veel rendement behalen op alleen Tesla-aandelen eigenlijk al. Maar zelfs als je alleen in het Vanguard All World Fonds zat, dus VWRL, het bekende fonds ETF, eigenlijk wel misschien wel het meest bekend op onze community, zeg maar. Zelfs dan had je nog meer dan 13% rendement afgelopen jaar. Dus had je alleen maar daarin geïnvesteerd, heel weinig moeite gedaan, geen analyses van bedrijven, gewoon wereldwijd spreiding met één ETF. Op die manier had je zelfs nog 13% rendement kunnen halen. Dus afgelopen jaar was echt een prima jaar. En dat is zelfs nog met het dipje wat we eind vorig jaar zagen in december. Toen de markt nog best wel flink onderuit ging. Dus zelfs met een dipje echt een prima resultaat behaald. En het derde punt dat je kunt leren is dat in jezelf investeren nooit een slechte investering is. En zeker in mijn geval heeft het zeker goed uitgepakt het afgelopen jaar. Natuurlijk is het wel een beslissing die ik al meer dan een jaar geleden heb genomen. Maar in het afgelopen jaar heb ik er wel flink aan kunnen werken. En heeft het dus ook best wel goed uitgepakt zoals gezegd. Want door juist mijn winkel te sluiten heb ik meer vrijheid. En door in loondienst te gaan heb ik juist wel meer vrije tijd. En deze vrijheid en vrije tijd samen hebben ervoor gezorgd dat ik het afgelopen jaar eigenlijk alleen maar meer ben gaan verdienen. Dus niet per se met mijn salaris, maar wel met het inkomen of passieve inkomen daarnaast. Want sinds afgelopen juni verdien ik geld met mijn YouTube kanaal en alles eromheen. Ik heb er al meerdere video's over gemaakt, dus ik zal ze trouwens onder deze video linken. Eigenlijk elke maand geef ik wel een update van hoeveel ik heb verdiend, hoe ik het heb verdiend, wat ik beter kan doen en dat soort dingen. Maar het begon met 20 euro in juni tot een beste maand september met meer dan 7000 euro bij heb verdiend. Nou is dat passief inkomen wel heel erg wisselend, want vorige maand had ik in één keer 1900 euro. Dus dat was 70% minder dan de maand ervoor. Dus het is wel wisselend, maar er zit op zich wel een groeiende lijn in. Zeker als we gaan vergelijken met de eerste maanden. En daar hadden we volgens mij 20 euro en toen 800 euro en zo. Dus ja, daar zit zeker wel een groeiende lijn in. En door tijd te investeren hoop ik die groeiende lijn door te kunnen zetten. Maar zelfs als je deze bedragen van de laatste maanden dus bij elkaar optelt en deelt door het aantal maanden, 5 maanden, kom je net geen 3000 euro uit. Maar dat is zelfs nog meer dan dat ik met mijn salaris verdien. Dus gemiddeld genomen verdien ik op dit moment al meer dan door 38 uur in de week te werken. En dat is eigenlijk allemaal het resultaat van keuzes die ik een jaar geleden of iets langer geleden heb gemaakt. En die ik het afgelopen jaar dus heb uitgevoerd zoals gezegd. Dus juist die vrijheid en vrije tijd die ik heb te investeren in dit geval in een YouTube kanaal of in een blog. Maar er kunnen veel meer andere dingen zijn. Kun je echt wel een passief inkomen opbouwen. En dat is dus positief zeg maar voor de toekomst. En dat is ook het vierde punt dat het zeker wel op jou van toepassing is.
ik ben zeker niet uniek daarin. Ik heb alleen de beslissing of de stappen genomen om het te realiseren. En het zijn zeker stappen die jij ook kunt nemen. Want door elke maand of elke week kleine stappen te nemen, maar dat wel telkens vol te houden, kun je op lange termijn in de toekomst best grote resultaten behalen. Zoals gezegd, ik ben misschien met dit kanaal 2 jaar geleden begonnen. Redelijk vaak aan gewerkt en zeker sinds afgelopen jaar veel meer tijd ingestoken. Maar nu zit ik al in de situatie dat ik dus gemiddeld meer verdien met mijn YouTube kanaal en alles eromheen dan met het werken. Dus ook dat zijn allemaal kleine stapjes geweest die ik elke week, elke maand, noem het maar op, genomen heb. Die uiteindelijk tot dit resultaat hebben gezorgd. En dat zijn dan ook weer dingen die jij kunt doen. Hoeft misschien niet per se YouTube te zijn, maar er zijn zat mogelijkheden om extra inkomen te verdienen. Je moet alleen wel vaak langer volhouden. Dus maak een planning voor 1 jaar, 2 jaar, dat je echt iets kiest wat je leuk vindt, wat je ook vol kunt houden. Want in het begin ga je er zeker niks mee verdienen. Moet je het echt doen omdat je het leuk vindt. Maar op lange termijn kun je vaak wel een verdienmodel van maken. Zeker als er mensen ook daar geïnteresseerd in zijn. Kun je samenwerkingen doen, affiliate marketing, noem het allemaal maar op. En op dat moment kun je eigenlijk van je hobby je werk maken. Dan hoeft dat niet in 1 keer die stap te nemen. Je kunt het vaak ook nog gewoon doen naast je werk. Maar er komt wel een moment dat je al die kleine stappen uiteindelijk uitbetalen in een resultaat. En daarmee wil ik dan ook deze video afsluiten. Zoals we hebben gezien hebben we meer dan verdubbeld in portfolio in het afgelopen jaar. Een gedeelte van dat ik gewoon telkens maandelijks investeer. En een gedeelte omdat ik iets op aan het bouwen ben door middel van kleine stapjes. Dus laten we hopen dat we volgend jaar weer kunnen verdubbelen. Dat zou zeker mooi zijn. Maar ja, die video zien we dan volgend jaar wel. En mocht je nog willen beginnen met investeringen of andere dingen, alle informatie die ik heb besproken, onder andere dus die brokers die ik heb besproken, vind je trouwens onder deze video terug. En daar kun je natuurlijk ook altijd een reactie plaatsen als je iets wil reageren, iets wil zeggen of vragen hebt. Laat het zeker daarachter. Vond je nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog geen lid bent van het kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, is het dus een interessante video, denk ik zomaar. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ben je nog geen lid van het kanaal? Klik hieronder om te abonneren. Klik op het belicoontje om een melding te krijgen wanneer er weer een nieuwe video is. Dan mis je hem zeker nooit meer. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.